Het is een ongelofelijke eer hier voor u te staan en namens Free Press Unlimited de Geuzenpenning in ontvangst te nemen. Wij voelen ons nederig in het gezelschap van alle organisaties en personen die de Geuzenpenning al eerder hebben ontvangen. Nederig om een penning te ontvangen die is vernoemd naar verzetstrijders die opkwamen en stierven voor democratie en vrijheid. Alle collega's bij Free Press Unlimited zijn ontzettend trots dat ons werk deze waardering en erkenning krijgt. Een aantal van onze helden zijn hier in de zaal vandaag en ik ga ze even per naam voorstellen aan u. Mohammed Taye. Die een Taliban-gebied in Pakistan onafhankelijk nieuws brengt voor de inwoners daar. Bazlur Rahman. Die community radio in Bangladesh wist te legaliseren. Hij veranderde de wet. Henna Draaibaar. Die met haar programma 10 minuten de jeugd in Suriname kritisch leert denken. Fungai Machirori. Die met Her Zimbabwe vrouwen in Zimbabwe een stem geeft in de media. Khatoon Haidar. Die met haar organisatietalent Syrische media kracht en zelfvertrouwen geeft. Kamal al-Sadiq Mohammed Youssef. Die het schandaal onthulde dat 200 vrouwen in Tabit in Darfur verkracht werden door het Soedanese leger. Gregory Shvedov. Een laureaat van de Geuzenpenning uit 2011 die zich onvermoeibaar inzet voor professionele journalistiek in Rusland. Annabel Hernandez. Die de banden tussen de Mexicaanse overheid en drugskartel onthulde. Alina Radu. Die met haar onthullingen over corruptie in Moldavië ministers naar huis stuurde. Elke dag opnieuw tonen zij ons het immense belang van relevant en betrouwbaar nieuws. Met informatie die mensen de kans geeft hun eigen toekomst vorm te geven. Maar zolang er journalisten aan het werk zijn om de waarheid te ontrafelen, zullen er ook krachten zijn die hen het werk proberen onmogelijk te maken. De mogelijkheden van de media en sociale media worden ook volop benut om mensen onwetend te houden en te beïnvloeden met eenzijdige informatie en propaganda. De beelden van de gewelddadige dood van journalist James Foley staan op ons netvlies gebrand, waar eens het woord press op je helm of op je veiligheidsvest zorgde voor neutraliteit, zorgde voor bescherming, maakt het je nu een doelwit en in sommige gevallen lucratieve handelswaar. En iedere keer dat er een journalist publiekelijk te grazen wordt genomen op deze manier, dwalen mijn gedachten ook af naar de kidnappingen, de bedreigingen en moorden van journalisten die onopgemerkt blijven bij het grote publiek. Er zijn nog circa 20 journalisten vermist in Syrië. De meeste van hen lokale journalisten voor wie niemand ooit een Twittercampagne zal beginnen. In de laatste oorlog in Gaza zijn 8 journalisten in de line of duty gedood. Wie weet er nog wie zij waren? Journalisten die werken in anonimiteit, op zichzelf zijn aangewezen, zij verdienen ook onze aandacht, onze steun en onze loyaliteit. APPLAUS.